welkom bij de allereerste YouTube-video. Ik ga vandaag rug trainen. Zoals jullie weten is rug mijn zwakke punt. Ik ga vandaag rug trainen met Jayway, zoals iedereen hem kent. En Jayway is een stuk slimmer dan ik, dus hij gaat mij vandaag leren hoe we rug gaan trainen. En hij gaat ons vertellen wat we vandaag gaan doen. Wat gaan we doen? Rug trainen. Nee, we gaan beginnen met de lat pull-down. Die pakken we unilateraal. We beginnen met de chest supported lat pull-down. Bij voorkeur heb je een bankje ervoor staan die je zo recht op mogelijk kan. Ik had hem liever hier gehad, maar dat gaat dus niet. Het voordeel daarvan is dat je chest support hebt. Die kan je dus goed stabiliseren tegen het bankje aan. Waardoor je wervelkolom makkelijker recht blijft, waardoor je lats meer kracht kunt geven. Dus bij het trainen van lats wil ik geen holle rug aanhouden. Ik wil mijn wervelkolom stabiel hebben, recht hebben. En vanaf hier ga ik met mijn ellebogen niet naar achter trekken, maar naar beneden ten opzichte van mijn lichaam. Dus daar. I see her rolling up over black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad, after her there ain't no coming back, wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees, my imagination of her body gets the... Allemaal nieuwe dingen vandaag, leuk. Nou, shake in huis. Ja, klaar. Als je unilateraal werk doet, heeft de voorkeur om te beginnen met je zwakkere kant. Omdat je liever dat volume leidend laat zijn voor je sterke kant. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you can now replace it. She can get you high, all the dope. Ik vind hem aardig van shape hoor. Wederom wat belangrijk is, geen holle rug, maar je stabiliseert je wervelkolom, dus mijn wervelkolom is recht. En het tweede punt is dat ik mijn oksel of mijn bovenarm richting mijn wervelkolom wil trekken, dus niet naar buiten toe. Ja? Dus je hebt een neutrale lage grip. Ander punt wat belangrijk is, maak er geen deadlift van. Ja, je houdt je heup stabiel. Trek volledig uit mijn bovenarm richting het midden van mijn wervelkolom. Of richting het midden van mijn rug. Ja, ik ga een beetje vooraf gaan met. Als het ware je elleboog over de grond. Pak hem eerst wat voorover, hè? Ja, oké.
over de grond. Juist. 3. Okay, allemaal oefeningen vandaag die niet standaard in mijn routine zitten. Maar juist als ik iemand train met iemand zoals Jay, is leuk om nieuwe dingen te doen. Daar is er maar eentje van. Wat zeg je? Daar is er maar één van. Er is er maar eentje van. Iemand zoals Jay. Iemand zoals Jay. Even kijken wie nog meer is, dan heb ik je los. Een topcoach. Een toptrainer. Zoals Jay weet. Dus wil je nou ook een PT met mij, dan moet je mij even een DM sturen. Wil je met Jelle trainen, dan mag iemand dan hard ik je. Shit. Let's go. Zie je bij hem ook zo mooi die brachialis hier lopen? Ja. Je ziet bij hem alles lopen. Tuurlijk. Dit was de rugtraining met Jay. Heel veel andere oefeningen die ik normaal gewend ben. Jay is een hele slimme jongen, hele goede rug. Ik heb er heel veel van geleerd vandaag. Jay en ik zullen we vaker samen trainen. Dus je zal me vaker terug zien komen. Maar ik hoop dat jullie er ook wat van geleerd hebben vandaag. En, dat hoop ik ook, want Jay, ik heb echt een kuttraining gehad. Ik moest me helemaal aanpassen. Dus ik hoop dat jullie er wat aan hebben gehad. Jay en ik voelen ons allebei obese als bodybuilders. Want we zijn alleen maar cardio aan het doen voor ons gevoel. Ja. Nee, maar het ging lekker vandaag. Dus... Volgende keer doen we een andere spiergroep. Ja. Ja, toch? Ja. Dat was een...